stadsvoorzitter Tania Janinensing. U heeft aan het begin van het programma een prachtige speech gegeven, het programma geopend. Wat vindt u ervan van dit programma tot nu toe? Ik vind het een heel mooi programma, omdat het een mix is van allerlei verschillende vormen van de Hindoestaanse cultuur. Dus je ziet Baita Ghana, maar je ziet ook heel andere vormen van cultuur. En dat vind ik heel erg mooi, dat je ziet de rijkdom van de Hindoestaanse cultuur geportretteerd in één middag. Ja. En het is een immigratieherdenking. Ja. Het heeft te maken met, natuurlijk met de geschiedenis van de Hindoestanen. Vindt u het belangrijk dat wij deze dag blijven herdenken? Ik vind het heel erg belangrijk dat we de dag blijven herdenken. 5 juni is een hele belangrijke dag. Want ik denk ook als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Dus herdenken is altijd belangrijk. Ik vind het wel heel mooi dat in verschillende speeches ook werd gezegd, herdenken en vieren. Want we herdenken dat we ooit onze voorouders op een boot zijn gestapt naar Suriname. Maar we vieren ook het feit dat wij vandaag hier zijn en dat we vooruit kunnen gaan. Ik ben het zeer eens met wat de professor ook vandaag heeft gezegd. Hè, van je moet je thuis voelen, juist ook gewoon hier in Nederland. Dat betekent dat je echt ook moet bijdragen aan dit land. Dus bijdragen vanuit je eigen zijn, maar wel bijdragen aan dit land. Want je merkt dat als je sense of belonging, noemen ze het zo mooi in het Engels. Hè? Dat je echt het gevoel hebt om hier thuis te zijn. Dat komt als je hier echt je stem ook laat horen. Dat je hier bijdraagt. Dat je niet gewoon in je huis blijft zitten en ik ga naar mijn werk en voor de rest zoekt iedereen het maar uit. Nee, dat je elke dag opnieuw nadenkt. Oké, enerzijds heb ik mijn werk, maar anderzijds ik heb ook een gemeenschap. Een Hindoestaanse gemeenschap, maar sterker nog een universele gemeenschap. Want als er één ding is wat ik zelf heb geleerd vanuit de Bhagavad Gita, dan is het dat wij als dat onze voorouders, die hebben de Gita niet voor niets gebracht naar Suriname. We lezen eruit, we kunnen ons daaraan laveren, letterlijk. En het leert ons dat we juist een universeel mens zijn. En niet gewoon alleen maar in het hokje van ik ben Hindoestaan, dus ik blijf altijd alleen maar Hindoestaan. Natuurlijk blijf je Hindoestaan, maar ik bedoel, je hebt veel meer. Je cultuur kan je uitdragen, je filosofie kan je uitdragen. Net zoals de christenen het uitdragen, net zoals de moslims het uitdragen. Dat doen ze heel erg goed. En het wordt tijd dat ik ook echt de Hindoestaanse mensen toe willen oproepen. Het wordt echt tijd dat wij ook gaan bijdragen aan hetzelfde debat, zodat wij er met z'n allen sterker uitkomen. Ja. U heeft gezien dat de muziekgroepen die hebben opgetreden, hè, die waren niet alleen maar samengesteld door Hindoestanen, maar ook Nederlanders. Hè. Wat vond u van? Nou, wat ik heel erg mooi vond, is eigenlijk ook echt een ondersteuning van mijn eigen betoog. Dat je ziet dat we als we de cultuur op een juiste manier uitdragen, dat iedereen zich daartoe aangetrokken voelt. We hebben net een Colombiaanse dame gezien op een cello en die dan de prachtige melodieën, Bollywood melodieën, helemaal naar voren bracht. En met een passie en een liefde voor muziek die ze weerga niet kent. Zijn we wel trots op dat zo'n programma, zo'n presentatie in Amsterdam Zuidoost gebeurt? Ik zou zeggen, het is prachtig dat dit juist in Amsterdam Zuidoost plaatsvindt. Want ik zeg het altijd, dit stadsdeel kent 174 nationaliteiten. Dus het is heel erg goed om al die nationaliteiten, al die culturen, al die verhalen te laten horen. En het is meer dan ooit nodig, juist ook hier in Amsterdam Zuidoost, om hier het podium ook echt te bestormen. Ik dank u. Ik heb hier Kirti Ramdas, schrijfster van dat boek, het prachtige boek Dia. Mm-hmm. En zoals ik dat begrijp en gelezen heb, is het een roman. Nou, Kirti, waar gaat het boek over? Nou ja, het boek gaat over Dia, ze is een Hindoestaans meisje en zij wordt dan verliefd op een Nederlandse jongen. Ze groeit op in Leiden en haar ouders hebben liever dat ze dan met een Hindoestaanse jongen thuis komt. Dus daar gaat het boek in beginsel eigenlijk over. De ouders van het meisje willen liever dat het meisje met een Hindoestaanse jongen thuis komt. Een Hindoestaanse jongen, precies. Maar hoezo is dat meisje verliefd op een
Nederlandse jongen? Ja, nou ja, je liefde kan je natuurlijk niet kiezen. Zij groeit op in Leiden. Daar zijn over het algemeen minder Hindustanen dan Nederlanders. En zo ontmoet ze dan deze jongen van een studentenvereniging. En er ontstaat een relatie tussen beiden. En zelf weet ze ook wel van, mijn ouders zouden hier misschien helemaal niet zo blij mee zijn. Want die zien mij toch liever met een Hindustaanse jongen. En dus, maar dan gaat het ook over hoe dan die conflicten ontstaan, over wat er dan gebeurt, hoe gaat ze daarmee om, overleeft die relatie dat eigenlijk wel. Ja. Maar de ouders van het meisje, hebben ze daar moeite mee, waarom? Nou ja, kijk, aan de ene kant kun je het zo zien, dat de Hindustaanse cultuur is een hele mooie cultuur. Er zit ontzettend veel in, je hebt het eten, muziek, het geloven, de waarden en normen, de respect voor ouderen, er zit ontzettend veel in. En in dit boek zijn die ouders dan ook een beetje bang om dat dan kwijt te raken. Als hun kind dan met iemand anders, met iemand van een andere cultuur gaat, dat dan die cultuur verloren zal gaan. En sommige mensen zeggen van, maar dat is toch helemaal geen probleem nu? Nee, in heel veel gezinnen is het ook geen probleem. Maar er zijn nog zeker gezinnen waarin het een probleem is. Waarbij ouders toch liever hebben dat een kind met iemand van een eigen cultuur thuis komt. En het is dus ook niet alleen een verhaal over tussen Hindustanen en Nederlanders. Het gaat erom dat ouders een bepaald idee hebben van, dit zie ik voor ogen. Dit is wat ik wil voor mijn kind. En dan kiezen kinderen uiteindelijk wat anders. Dus het kan ook gaan over bijvoorbeeld een man die al getrouwd is geweest. Of kinderen heeft. Of een vrouw die gescheiden is. Of misschien een homohuwelijk bijvoorbeeld. Of met een ander geloof. Of echt iemand uit een heel ander land waarvan je denkt, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dus het gaat om mensen met bepaalde verwachtingen van wat ze willen met hun kind. Waarbij ze denken, zo wordt mijn kind gelukkig. En dan kiest dat kind toch uiteindelijk andere dingen. En hoe ga je daarmee om? Maar gaat het meisje zelf die hiermee om? Ja. Want ze krijgt van de ouders te horen van liever niet. Het zit mij niet zo lekker. Ja. Die Nederlandse jongen. Ja, ze vindt het dus ook heel lastig. En dat is ook een continu onderbuiksgevoel bij haar. Van ik wil die relatie wel aan. Maar kijk bijvoorbeeld bij een hindoe huwelijk. Dat is een van de ceremonies die dan plaatsvindt. Is dat de vader van de bruid de voeten wast van de aanstaande schoonzoon. En zij denkt, ik zie dat gewoon nooit gebeuren. Dat mijn vader dat gaat doen bij deze jongen. Weet je, dus al die cultuurdingen die je meekrijgt. Zij denkt van hoe moet ik daarmee omgaan? Dus het geeft wel conflict bij haar. Ja. In het boek beschrijf je aan het begin het problemen wat bijvoorbeeld jonge kinderen, in dit geval een jong meisje dat op school met haar vriendin, want ze heeft een Nederlandse vriendin. Klopt. En wat ze meemaken, ja. Kan je daarover iets zeggen? Ja, wat er in het begin wordt duidelijk gemaakt is het gezin waaruit zij komt. Kijk, haar ouders zijn wat aan de strengere kant, die zijn wat beschermender. Dus die hebben ook liever niet dat zij op jonge leeftijd naar logeerpartijtjes gaat met kinderen in de klas. Of dat zij meegaat op vakantie naar Frankrijk terwijl ze 8 jaar is. Je ziet dat bij in Nederlands gezinnen dat sneller zou gebeuren. Omdat je zit in het is je eigen cultuur waarin je leeft in de Nederlandse samenleving. Terwijl als Hindustanen zijn wij gekomen vanuit Suriname naar hier. En moesten we gaan aanpassen, wat doe je dan wel en niet als ouder? Wat ga je dan wel of niet toelaten? Dus dat is voor die ouders het conflict van wat is veilig en wat is niet veilig? Ja, dus dat een pyjama party, dat is dan taboe bij de hele zaal. Nou ja, goed, in dit verhaal is dat voor haar, was dat dan mocht ze dan niet mee, bijvoorbeeld. Omdat die ouders denken, dat wil ik helemaal maar niet. Hoe reageert het kind dan? Hoe zij reageert erop? Ja, voor haar is dat normaal. Dus zij reageert. Waar is dat normaal? Dat is waarin zij opgroeit. Dus zij vindt dat normaal. En uiteindelijk merkt ze wel van, er zitten verschillen in tussen hoe ik word opgevoed en hoe mijn vriendinnen worden opgevoed. En dan lijkt natuurlijk het gras altijd groener aan de andere kant. Maar ja, daar zitten natuurlijk ook dingen aan waarvan je denkt, zou je dat ook wel willen of niet? Ja, en het lijkt me wel frustrerend voor zo'n Hindustaans meisje of een jongen, hè? Mm-hmm. En in het boek heb je het ook over de naam, hè? Ja. Dia. Ja. Ik vind het persoonlijk een prachtige naam. Ja. Maar ik heb zo'n gevoel dat het meisje Dia zelf er moeite mee heeft. Oh ja, de moeite mee heeft. Ze beschrijft gewoon, ze vertelt in hoe. En de naam Dia betekent in de Hindustaanse cultuur, in het Hindi, betekent het eigenlijk een aardewerken olielampje. Het is vuur, wat je gebruikt bij het offeren, wat je bij rituelen gebruikt. Het is eigenlijk iets heel heiligs, iets heel erg krachtigs. Vuur is sowieso voor de Hindoes heel erg krachtig. Hindoes werken heel erg veel met elementen. En vuur is daar één van. Dus zij ziet heel veel kracht in haar naam, goddelijkheid. Maar als je dan Dia letterlijk vertaalt naar het Nederlands, dan wordt het aardewerken olielampje.
En dat is helemaal niet zo bijzonder. Dus dan in het Nederlands verliest het al zijn schoonheid. Plus ook omdat mensen de naam niet kennen. In de klas wordt ze ook gepest. Ja, dan dia, dat is dan een foto, dia. En zo wordt ze dan gepest. Maar ze denkt dan... Maar je wordt ook over gelachen. Ja, en zij denkt, nou weet je wat, laat maar. Ik ga het niet uitleggen, want wat ga ik uitleggen aan ze? Dat zou wel heel pijnlijk zijn voor het kind, hè? Ja, ik denk dat het gewoon een soort van iets is waar heel veel kinderen meemaken die een andere naam hebben dan Jan, Piet of Klaas, even zo gezegd. Dat je moet uitleggen wat betekent je naam, of mensen niet weten hoe je het uitspreekt. Dan, dat raakt je een klein beetje in identiteit, maar ik denk, voor mijn hoofdpersoon, heeft het haar niet als het ware gevormd. Weet je, het is gewoon iets waarmee ze wist van oké, hier moet ik maar mee dealen. Dit is het als je in een land leeft waar je tussen twee culturen leeft. Wat heb je precies met dit boek willen meegeven aan de lezers? Nou ja, een aantal dingen. Kijk, ik vind het gewoon erg belangrijk dat taboe-onderwerpen besproken worden. En in dit boek is dan een van de taboe-onderwerpen is dan een multiculturele relatie. Maar het gaat er vooral om dat ouders een bepaald idee hebben van wat ze willen met hun kind. En ik geloof zeker in beginsel willen ouders dat hun kind gelukkig is. Maar je merkt vooral dat het vaak misgaat in de communicatie. Dat kinderen niet snappen waarom ouders bepaalde dingen willen. En dat ouders het niet kunnen overbrengen aan de kinderen van hé, ik bedoel het niet verkeerd, maar kijk hier naar en kijk hier naar. Probeer ze te leiden. Dus een van mijn boodschappen is dat communicatie heel belangrijk is. Dat bedoel ik taboe onderwerpen doorbreken. En een van de onderwerpen die hier ook in naar voren komt is een MeToo verhaal. Is een verkrachtingsverhaal waarbij het onduidelijk is voor degene die het ondergaan is. Was het nou verkrachting ja of nee? Terwijl het eigenlijk wel verkrachting was. En dat is ook best wel een onderwerp wat nog veel beter aan de kaak gesteld mag worden. Hoe ben je zelf op het idee gekomen om hierover te schrijven? Nou ja, goed, het is puur fantasie, puur fictie. Ik begon echt letterlijk met het schrijven. Is het ook ervaring, dingen wat je zelf hebt meegemaakt? Nee, zeker niet. Toen ik dit begon te schrijven is in 2008. En in de loop der jaren steeds meer met inspiratie bijgeschreven. En dus het is echt puur fantasie geweest. Puur dat ik dacht van, hé, wat gebeurt er met die personage? Wat zou er gebeuren als ze die persoon zou zien? En ik heb het gewoon gefantaseerd bij elkaar. En dus het is totaal geen autobiografie of iets dergelijks. Maar het lijkt wel een echt gebeurd verhaal. Ja, dat is wel heel erg een compliment. Dat het een echt gebeurd verhaal lijkt. Want ja, dan komt het echt over. Maar het is echt niet gebaseerd op iemand of iets. Nou, de boek is inmiddels het tweede druk ook ingegaan. En hoe reageren mensen op het boek? Ja, heel goed. Eigenlijk, kijk, het schrijfproces is altijd een eenzaam proces. Hè? Je bent in je eentje bezig op je laptop en je moet jezelf aansporen van nou, ik ga er vandaag toch weer aan werken. Of dan ik heb het ook voor 2 jaar laten liggen. Of misschien zelfs langer. En dan is het nu af. En dan lezen mensen het, ook mensen die je helemaal niet kent. En die komen dan terug met reacties. Bijvoorbeeld van, ja, super, een topboek. Het moet verfilmd worden. Ik las het in 1 keer uit. Ik kon het niet wegleggen. En ik heb gelachen. Ik heb gehuild. Mensen die zeggen van, ik kan niet wachten tot de film uit is. Dus heel veel positieve reacties. Daar ben ik echt ontzettend blij mee. En ook wat oudere echtparen die naar mij toe komen en zeggen, ja, dit is eigenlijk ons verhaal. Hindustanen. Ja, Hindustanen. En gemengd dan, Hindustanen met de Nederlander. Die zeggen, ja, dit is wat wij hebben meegemaakt toendertijd. Ik ben zo blij dat je dat hebt opgeschreven. Heel veel positieve reacties gekregen. Mensen die zeggen, ik las het in 1 keer uit. Het is echt een grappig boek, herkenbaar. Ik kon het niet wegleggen. Ik moest eigenlijk slapen, maar ik wilde het uitlezen. Dus ik heb het toen uitgelezen. En ook mensen die zeiden, ik heb jaren niet gelezen. Maar dankzij jouw boek heb ik gewoon weer vertrouwen erin gekregen dat ik boeken kan lezen. Want ik heb het zo geschreven dat echt iedereen het kan lezen. Maakt niet uit welke opleiding je bent, hoe oud je bent, of je man bent of vrouw bent. Welke achtergrond of cultuur je hebt. Ik vind gewoon dat iedereen het moet kunnen lezen. En zo heb ik het ook geschreven. Die reacties krijg ik dus ook terug. Mensen vinden het ook spannend. Zijn er misschien ook boze reacties van Hindustanen? Nee, er zijn geen boze reacties van Hindustanen. Er zijn wel mensen die zeggen van, nou, dat is toch helemaal geen probleem meer. Dat is een achterhaald issue. En dat kan zo zijn in jouw eigen kring. Dat het in jouw eigen kring geen probleem meer is. Maar het komt nog zeker wel voor dat het een probleem is. En daarbij wil ik ook zeggen, het verhaal van Dia en Lucas. Het gaat over een Hindustaan met een Nederlander. Maar vervang die Nederlander door een Marokkaan. Vervang die Nederlander door iemand van hetzelfde geslacht. Het gaat erom dat bepaalde mensen vooroordelen kunnen hebben of bepaalde dingen niet kunnen accepteren. Daar gaat het boek eigenlijk over. Ja. Maar ook mensen die naar mij toe kwamen bijvoorbeeld van, hé, dit is ons verhaal. Een Hindustaanse met een Nederlander die dan zeggen van, hé, dit hebben wij meegemaakt. Zo gaaf dat je dat opschrijft. Want dit is zo belangrijk dat dit ook wordt neergezet. Ja. Maar als je zo in de praktijk kijkt in je omgeving, dan zie je dat steeds meer Nederlandse jongens met hun Hindustaanse meisjes gaan. En andersom ook, ja.
Klopt. Hoe sta jij zelf tegen over zo'n relatie? Ik vind sowieso dat ik geen recht heb om te oordelen over andere mensen. Ik vind sowieso dat niemand recht heeft om te oordelen over andere mensen. Ik vind mensen moeten elkaar vrij laten in wat je doet of niet doet. Ik heb daar totaal geen oordeel over. Ik vind dat mensen moeten kiezen voor hun eigen geluk. Mensen moeten kiezen voor hun liefde. Dat vind ik belangrijk. Aan de andere kant kan ik ook begrijpen dat ouders bijvoorbeeld een bepaald idee hebben voor hun kinderen. En denken van, ik heb liever dat je een makkelijk leven hebt. Kies nou het makkelijkste weg voor jezelf. Dat snap ik dan ook. Maar als mensen gemengde relaties. Ik vind dat prima. Iedereen moet voor zichzelf weten. Echt geluk boven alles. En in die relatie, gemengde relaties, speelt de religie ook een rol? Ja. Ja, in het boek komt dat totaal niet naar voren. Gaat het totaal niet over religie. Maar als je het hebt over het in het algemeen, dan natuurlijk speelt religie een rol. Maar religie kan al tussen twee mensen van dezelfde afkomst een rol spelen. Omdat je allebei anders bent opgevoed wat je wel niet normaal vindt. En daarin vind ik ook weer, mensen moeten gewoon elkaar vrij kunnen laten. En als je elkaar respecteert en de ruimte geeft, dat is altijd belangrijk. Je bent in Nederland geboren. Klopt. Je hebt opleiding gehad, naar school gegaan. Je hebt Nederlandse vriendinnen. En zo, voel jij je nog Hindoestaan? Oh ja, zeker. Ik voel me zeker Hindoestaan. Dat merk ik in heel veel dingen. Dus in wat ik lekker vind, qua eten, de muziek die ik luister. Ik voel me daar gewoon ook heel erg thuis in. Aan de andere kant voel ik me ook gewoon heel erg Nederlander. Maar ik neem gewoon van beide wat het beste bij mij past. En je gaat vaak naar India? Ik ga vaak naar India en ook vaak naar Suriname. Ik vind het heel erg belangrijk om ook gewoon... Daar voel ik me ook thuis bij beide plekken, ja. Maar kunnen we het zo stellen dat jij eigenlijk een product bent van drie culturen eigenlijk, hè? Suriname, Nederland en India. Ja, zo zie ik het eigenlijk ook. Ik zie mezelf ook meer als een wereldbewoner dan alleen maar iemand die uit Nederland komt. Dat vind ik gewoon heel erg rijk, dat ik al die culturen kan meenemen. Ja. Nou, dit boek is je eerste boek. Ja. We zijn er trots op dat Thanks. Je dit geschreven hebt. Want we weten wel dat er onder de Hindoestanen veel talenten zijn die kunnen schrijven, willen schrijven, maar op een of andere manier komen ze er niet aan toe. Jij hebt een prachtige stap gemaakt om en lef gehad om dit boek te schrijven. Thanks. Ook, hè, van, ga je hiermee verder? Nee, ik zal sowieso verder gaan met schrijven. Schrijven is sowieso iets wat ik heel graag doe. En dus ja, wie weet als ik dan inspiratie heb wat dan het tweede boek gaat worden. En ik spoor mensen sowieso aan om, als je bepaalde dromen of doelen hebt, als je ook denkt ik wil een boek schrijven, gewoon doen. Gewoon proberen, want het kan. Mensen die kijken naar dit programma en over het boek hebben gehoord, als ze het willen bestellen, ja. Waar kunnen ze terecht? Nou, je kunt sowieso terecht op mijn website, dus www.kirtie.nl, dus K-I-R-T-I-E, dus dat is mijn website. Daar kunt u dat boek bestellen als het dan niet lukt. Bijvoorbeeld, dat u denkt, het lukt mij niet via een website bestellen, kunt u me ook altijd nog een mailtje sturen naar info@kirtie.nl, dus info@kirtie.nl, K-I-R-T-I-E. Of als je dan denkt, het lukt me allemaal niet, je kan me ook vinden op alle social media, Facebook, Instagram, etc. Dan mag je me ook altijd een berichtje sturen en dan kan ik je verder helpen. Het boek kost €12,50 en €4 verzendkosten. En ik zou zeggen, koop het. Het is echt ook geschikt om iemand cadeau te doen of op vakantie mee te nemen. Of als je zegt, ik ga het lezen en ik geef het weer aan een ander. Gewoon doen. Ik zou het gewoon doen. Thank you.